De Heer zij met u. En met uw geest. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd zei Jezus tot hen die, overtuigd van eigen gerechtigheid, de anderen minachten. De volgende gelijkenis. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond met opgehoven hoofd en bad bij zichzelf als volgt. God, ik dank u dat ik niet ben als de rest van de mensen. Rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers of ook als die tollenaar daar. Ik vast 2 maal per week en geef 10e van al mijn inkomsten. Maar de tollenaar bleef op een afstand en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Maar hij klopte zich op de borst en zei, God, wees mij zondaar genade. Ik zeg u, deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die andere. Want al wie zich verheft zal vernederd, maar wie zich vernedert zal verheven worden. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Broeders en zusters, de Farizeeër en de tollenaar. 2 mensen op weg naar de tempel. Ze waren ook eens 2 boeddhistische monniken die in stilte in hun klooster leefden, die op een gegeven moment door de abt werden geroepen en te horen kregen dat ze met z'n tweeën naar een ander klooster moeten gaan. En dat ze onderweg de stilte moesten betrachten. Zo gingen ze op weg. Over de straten, de stoffige wegen, maar op een gegeven moment ook de modderwegen. Totdat ze aan een snelstromende rivier kwamen, dat ze allebei elkaar aankeken van hoe komen we hier overheen. En op dat moment staat aan hun kant ook een wonderschone vrouw. Met angst in de ogen. Want ook zij was op weg naar de overkant van deze rivier. Die normaal makkelijk door te komen was, maar nu was ze bang. Vanwege de hoge waterstand. De monniken keken elkaar aan. Wat kunnen wij? Tot op een gegeven moment een van de monniken loopt naar die vrouw, pakt haar in de armen en draagt haar door de wilde rivier en zet haar aan de overkant neer. En die vrouw straalt van vreugde. Van dankbaarheid. Hij zet haar daar neer, knikt en de vrouw gaat haar weegs. Dan kijkt hij naar de andere kant van de rivier en die ziet daar zijn collega. En die ogen branden van vuur. Hij kwam door het water en je zag als het ware het stoom van de rivier afkomen. Maar hij mocht niks zeggen. En de hele weg naar dat klooster voelde men spanning. Hoe kan hij dat doen? Wij mogen toch niet aan een vrouw komen? Hoe kan dat nou? Wat is dat voor een monnik? En toen zagen ze het klooster. En die ene monnik klopte aan de deur ging open. En liep als een tevreden mens naar binnen. De ander ook. Maar toen de deur dichtviel in het slot, begon die ene monnik tegen de ander uit te varen. Wat ben je voor iemand? Je bent toch een boeddhistische monnik? Je moet je van vrouwen verhouden. Hoe kun je dat doen? Waarop de monnik tegen de ander zegt,
Ik heb die vrouw neergezet aan de overkant van de rivier. Jij draagt die vrouw tot nu toe in je hart. Broeders en zusters, hoe vaak is het ook niet in ons eigen leven dat we soms radicaal reageren op anderen, commentaar hebben en eigenlijk vergeten wat zich in ons eigen leven afspeelt. Die monnik heeft die vrouw daar neergezet, zodat zij kon verder gaan in haar leven. Met die ander. Hij hield zich aan de wet van de abt dat hij niks mocht zeggen. Maar in zijn hart was een storm. Een storm van woede. Misschien ook een storm van verlangen. En dat uitte hij uiteindelijk weer binnen de kloostermuren op zijn collega. Die gewoon goed was voor die vrouw. En haar hielp op haar levenspad. Zonder verdere gedachten. En dat is dan ook de kracht van de woorden van hem aan de ander. Ik zette die vrouw neer aan de andere kant van de rivier. Laten ook wij dat doen. Voordat we commentaar geven op de ander, eerst nadenken. Wat speelt zich af in mijn hart? Welke worsteling heb ik zelf? Om een ander iets te veronderstellen die er juist geen problemen mee heeft, omdat hij de ander ziet als een mens om te dienen, om te helpen, om ervoor te zijn, om de angst weg te nemen van die vrouw en om haar het levenspad te laten vervolgen. In die zin, broeders en zusters, de fariseer en de schriftgeleerde en de tollenaar. We lijken allemaal wel op die fariseer, maar we lijken ook wel eens op die tollenaar. Die moet beseffen dat hij een zondaar is. Maar dat is juist de kracht van het christelijk besef van het zondaar zijn, dat door onze zondigheid Gods genade in ons hart kan leven en wij zo op de weg van verbetering kunnen gaan. Oordeel niet over die ander. Laat God oordelen over jou en over hem. Hij houdt van allen, maar het meest van hem die zijn hoofd buigt, omdat hij beseft dat hij een zondaar is. Broeders en zusters, laten ook wij, voordat wij reageren en het antwoord krijgen, ik heb die vrouw daar neergezet, nadenken over wat leeft in ons hart. Ook al zwijgen wij voor de wereld, maar in ons hart is rumoer, onzekerheid en pijn. Amen.